Dit is het Omroep Tilburg nieuws van vrijdag 16 maart met vandaag. Handtekeningen gezet voor nieuwe fietsenstallingen station Tilburg. Aandacht in de Tilburgse horeca voor maand tegen voedselverspilling. Vandaag werd op de spoorzone een nieuwe stap gezet in de richting van het ontwikkelen van vernieuwde fietsenstallingen bij station Tilburg. Wethouders Berend de Vries en Mario Jacobs, de NS en ProRail ondertekenden de overeenkomst waarmee de bouw van de nieuwe stallingen van start kan gaan. Een belangrijke ontwikkeling, zo vindt de gemeente Tilburg. We willen graag dat de fietser in Tilburg goed gefaciliteerd wordt. Dat betekent dat je er gratis je fiets kan stellen en er wordt ook bewaakt. Er staat droog en er wordt een hoogwaardige fietsenstalling met allerlei signalering waar je je fiets kwijt kan. Dus je hoeft niet te zoeken, maar je weet waar er nog vrije plekken zijn. Het wordt een geweldige plek. Wij noemen het daarom ook niet voor niets een fietsenhotel. De nieuwe fietsenstallingen brengen een verandering mee in de manier waarop je je fiets bij het station kwijt kunt. Nou, op dit moment is het fietsparkeren in Tilburg een bewaakte betaalde stalling. Dus dan moet je nog betalen om je fiets bewaakt en veilig neer te kunnen zetten. En als je daarvoor niet kiest, dan zou je hem buiten op het maaiveld een plekje moeten zoeken. Maar in die nieuwe stalling is eigenlijk voor iedereen een plek. En is hij voor iedereen veilig en bewaakt gestald. En is dat ook nog eens de eerste 24 uur gratis. De vele handtekeningen die vandaag gezet werden laten zien dat het project een samenwerking is tussen verschillende partijen. Dus we hebben echt gekeken hoe kunnen we dit nu samen het beste en het mooiste vormgeven. De gemeente Tilburg wil graag meer fietsenstallingen, wil dat er een opgeruimde omgeving is. En ProRail is als beheerder en eigenaar ook degene die dit uitvoert. Dus zo komen allerlei dingen mooi bij elkaar samen. Wie niet kan wachten om van de nieuwe stallingen gebruik te maken, moet nog even geduld hebben. Als eerste is de noordzijde van het station aan de beurt en verwacht wordt dat deze stalling volgend jaar klaar is. Daarna wordt de zuidkant gedaan, want die is nu nog in gebruik als tijdelijke fietsenstalling. En die is in 2020 klaar, dus het is nog even wachten. We hebben vandaag een handtekening gezet en dus nu aan de slag om te zorgen dat Tilburg echt geweldig mooie fietsenstallingen krijgt waar we er ook trots op kunnen zijn. Aan de kant. Hier is de stalling, hè? Het is de maand tegen voedselverspilling en om daar aandacht aan te vragen overhandigde wethouder Erik de Ridder een symbolische emmer aan Café Stoffel. De wethouder hoopt namelijk dat ook de Tilburgse horeca haar best doet om voedselverspilling tegen te gaan. Iets wat bij een aantal Tilburgse eetgelegenheden al hoog in het vaandel staat. Dus niet te veel inkopen en zorgen dat alles zoveel mogelijk verwerkt wordt. Dus de restjes en de schillen van de groenten, daar maken we bouillon van. En ja, dat doe je automatisch. Als de mensen het mee willen nemen, dan kan het sowieso, als ze het bosje te groot vinden. En we houden het wel in de gaten als we zien dat er vaker bijvoorbeeld wat frietjes extra terugkomen. Dan maken we de bosje wat kleiner, maar we hebben daar niet echt een plan voor opgezet. Het tegengaan van voedselverspilling is onderdeel van een Green Deal die de wethouder eerder al had gesloten met de Tilburgse horeca. Er zitten eigenlijk een aantal dingen in. Het gaat bijvoorbeeld om energiebesparing, maar het gaat ook over voedselverspilling. En we willen voedselverspilling zoveel mogelijk tegengaan. Dan zie je dat eigenlijk als iedereen nou zijn steentje bijdraagt, dan worden we echt wel een duurzame stad. En tot slot nog het weer. De komende dagen zakt de temperatuur in de nacht onder het vriespunt en overdag zal het niet warmer worden dan een graad of 3. Zaterdag is er kans op lichte neerslag en met windkracht 5 is er sprake van een frisse bries. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van 16 maart 2018. Voor meer nieuws kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.